Welkom in deze workshop waar we echte West-Vlaamse paardenkoeken gaan maken. Kloospeen. En natuurlijk, ik begin er niet aan zonder dat je eerst uw handen goed gewassen hebt. Wat hebben we allemaal nodig? Een halve kilo bloem. 10 gram zout. 100 gram suiker. 100 gram boter. 1 ei. Oei. Oh. En een pakje gist. En voort vloeistof. 150 milliliter. Gemengd water en melk. Gelijke deel. Plus. Nou, 70-tal milliliter in een glas om onze gist op te lossen. Oké. We beginnen met de vloeistof. Dus 150 milliliter van onze vloeistof, melk en water in een kom. De suiker, bijna alles erbij. Een klein beetje in het glas waar we de gist in gaan oplossen. Om de gist wakker te maken noemt men dat. En de helft van de boter in een kom. En die gaan we au bain-marie smelten. Dat die vooral niet aanbakt. Zo. Daar moeten we enkele minuutjes op wachten. Intussen warmen we de vloeistof waar we de gist in gaan oplossen eventjes op in de microgolfoven, dat die niet meer zo koud is. Tiental seconden is meer dan goed genoeg. Voilà, 10, 15 seconden. Zoiets dat die low is. Niet warm, want anders gaat de gist kapot. En van zout gaat de gist ook kapot trouwens. Het is nog niet warm genoeg, dus nog een beetje. Nog 10 seconden. Stomme kloon. Nee, op terugduwen. Op het terugduwen. Ja. Start. Dat is warm genoeg. Nu kunnen we daar de gist in oplossen. Een volledig pakje gist. Zo, de gist oplossen in het water. In het lauwe water met een beetje suiker. Hoeveel suiker? Een klein beetje suiker. Koffielepel. Koffielepeltje. Goed gehoord. Dat die mooi opgelost is. Zo, en die mag nu dus ook een 5 of een 10-tal minuten blijven staan tot er schuim op komt. Zo, nu mengen we de bloem met het zout. Zo, dat moeten we nu goed mengen, want als de gist direct in contact komt met het zout, dan gaat de gist kapot. Zout is namelijk niet alleen in het gerecht omwille van de smaak, maar ook als gistrem. De peperkoek is klaar. Wachten we tot onze oplossing goed is opgelost. Intussen komt er al wat schuim op de gist, dat is heel goed. Dat mag nog een beetje meer. Dus tot er een mooie schuimkraag op staat. De boter en de suiker zijn nu goed opgelost. Het is ook niet te warm, dus ik kan er nog altijd mijn vingers in houden. Dus dan mengen we nu met de bloem. Zo'n beetje door de bloem mengen dat het verder nog afkoelt. De bloem die warmt op intussen, omdat het niet te warm is. We doen er nog een eitje bij. Zo. En de gist. De gist met een prachtige schuimkraag. Dus die nu goed gewekt is. En samen met de warme deeg goed zal rijzen. Zo, we mengen dit nu goed door elkaar. De deeg ziet er te nat uit. Dan moeten we een beetje bloem bij voegen. Ja.
Fruits, even kijken. Goed. En nu kan er gekneed worden. Oké, dan vragen jullie zich natuurlijk af wat er nog met de boter moet gebeuren. Die gooien we er in stukjes bij. Ook de boter, ja. Het deeg nog te nat zoals nu. Dan voegen we er verder bloem aan toe. Tot die goed gemengd is en goed loskomt van de pot. Dus er mag nog een beetje bloem bij, want het plakt nog te veel aan de pot. We gebruiken ook deze Avevi mix voor luxe brood. Maar je kan het perfect ook met gewone witte bloem. Het deeg is nog altijd te nat. Het deeg is nog altijd iets te nat, dus we zullen met de hand nog een beetje verder kneden. Zonder te scheuren. Hè? Het is belangrijk dat je niet scheurt. Echt zo. Trekken en duwen. Je polsen. Ja. Trekken en duwen. Ja, je mag echt zo. Ja, dus ik moet je juwelen opdoen. Goed zo. Die gist moet een massage krijgen nu, dus. Ja. Hoe lang moet je ongeveer kneden? Tot als die droog genoeg is, is vrij droog genoeg. Ze zeggen, als je dat niet met een broodmachine doet, dat je dat 10 minuten moet doen. Maar als je dat hiermee doet, dan is dat ook iets. Hoeveel gram bloem is dat? Een halve kilo plus vanille. Verder kneden totdat hij niet meer plakt. Verder kneden tot als hij niet meer plakt. Maar wacht, ik ben hier bloemen bij het doen. Plakt heel hard, papa, help. Dat plakt me altijd heel hard, ja. Help, papa. Mogen wij knikken? Ja. Vuistje erin. Ik heb boksen. Dat is echt hoor. Trek hem nu. Goed trekken en duwen, zonder te schuren. Hè. Ik had er nog meer bloem bij me. Nee, het is vrij goed. Het is vrij goed. Dat is ook best Vlaamse. Hij wordt er rood van, even rood als haar schort. Zware sport. Je ziet wat de corona ermee doet, hè. Zeg, man. Het is ook hondnot, hè. Ja? Ja. Toch niet zoveel? Ja. Mama heeft speciaal een make-up opgedaan. Omdat het haar vettig is. Dat moet wel een lekkere koe zijn, dankzij mijn bijdrage. Van make-up. Dankzij de make-up. Een beetje mascara in de kroeg. Is het goed? Ja, dat ligt wel. Gaan we ermee doen nu? Een bolletje maken. Mama heeft een bolletje van papa. Een bolletje van zijn mij. Toch bloemen, hè? Zo, ik plakt alleszins niet meer. Dat is een mooi bolletje. Kijk maar. Oeh!
Als het was mislukt, stond het erop. Hè, papa. Kindermishandeling. Voilà, perfect. En nu? Op een schaduw? Rezen in de kom. In de kom, in die bloemkom. Ja, dat is een beetje bloemrand doen, dat er niet te veel plakt aan de kom. Een contact. Voilà, en nu? Voor het contact. Contact. Een lichtjes vochtige handdoek erover, dat het niet kan uitdrogen. En nu laten we rijst op een warme, beschutte plek. Het heeft lang geduurd, maar nu is hij toch eindelijk voldoende gerezen. Nu gaan we de deeg uitrollen en de koeken uitkloppen. Zo, de platen zijn geboterd. Dan kunnen we straks de koeken opleggen. Bloem op de tafel en nu kunnen we de koeken uitrollen. Onze mooi gerezen deeg. Mooi gerezen deeg. Kom je ook even? Nu is het belangrijk dat de deeg niet meer gekneed wordt, alleen maar uitrollen. Tot op een dikte van ongeveer vingerdik, 2 centimeter ongeveer. Zachtjes uitrollen, ja. Ik dacht dat je dat nog eens moest kneden. Nee, vooral niet meer kneed nu. Bij normaal brood doe je dat toch wel nog? Ja, maar bij deze niet. Zo, dat is ongeveer de vinger dik. En nu kunnen we de vormpjes uithalen. Dank je. Mooie kerstboom. Wacht, één per één. Wacht, doe maar één per één. Dat lijkt me handig inderdaad. Ik leg die eerst altijd zo allemaal zo en duw het ah, ja. Voilà. Dat is de eerste die mag op de plaats. Zo kunnen we mooi. Na. Mocht je op de plaat leggen? Ja, maar ik ben even aan het perfectioneren. Zo. Tadaa. Mooi. Nee. Een antieke vorm. Echt antiek een echt paard. Een echt close paard. Staat er niet volledig op je recept nog? Nee, dat is niet erg. Oké. Okay. Voilà. Zo. Daarmee weet je juist de dikte dat moet zijn. Dat is niet heel erg moment. Nee, maar we maken daar nog van de restjes ook nog iets. Dat weet ik. Ah. Eet het niet allemaal op. Maar ik eet maar een klein stukje. Een klein stukje. Maar dat is toch echt geen groot. Deze mag er ook nog op, hè? Deze of dat vrouwtje gaat dan nog? Nee, wat lijkt het? Ja, mooi. Deze eend is wel kneden. Ja, kneden, hè? Ja, kneden. Gewoon kwak. Een bolletje van maat. Een bolletje van maat en uit wel. Mooi. Kwak. Ja, mama, wacht hoe dan? Ik wacht er nog een hartje van. Bloem? Is er een bloem? Leg maar erop. Dan kijk ik naar. Nu moet het weer rijzen. Hoe lang? Geen idee. Tot morgenochtend. Tot ze dik genoeg zijn. Voilà. De koeken zijn goed gerezen. Nu gaan we ze instreken met glazuur en afbakken. We zullen de oven opwarmen op 210 graden. Hete lucht. Celsius. Zo, dan kunnen we nu het glazuur maken. Het glazuur met een beetje ei en een beetje melk. Eierdooier. We hebben een eierdooier nodig. Zo. En een beetje melk. Een scheutje melk. Zo. Dan mengen we met elkaar. En daar kunnen we de koekjes dan mee schilderen. Dan krijgen ze straks een mooie korst. Zo. En als de oven warm is, dan bakken we ze 12 minuten.
hoofdstuk. Nee, dat is goed. Wat was dat? 12 minuutjes. Allee. Zo. Voilà. Klaar voor een lekker ontbijtje, zelfs. Oh, magiek. Jammer dat de geur er niet op staat, hè. Amai. Oei. Hier een beetje donker. Donker? Nee, dus ook perfect. Ja. Je moet dus daarvan krijgen, hè. Perfect. Ja. Ziezo, tijd om ze op te eten. Smakelijk. 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 Aanvallen! Lekker.